It's all I wanna do. Yo, ik ben Chesso en welkom bij weer een nieuwe video hier op mijn kanaal Chesso. En vandaag spelen we een keer een party game mode in Black Ops 3 die bijna niemand speelt, namelijk One in the Chamber. En wat One in the Chamber inhoudt, je hebt een kap 40 met één kogel erin. En met die één kogel moet je natuurlijk steeds iemand raak schieten. Doe je dat niet, moet je diegene knifen en ja, schiet diegene ook mis. Is een knife duel, maar we gaan gewoon even drie potjes achter elkaar spelen. Dus mocht je het natuurlijk nou leuk vinden, laat dan alsjeblieft een blauw duimpje omhoog achter. Dan helpt me natuurlijk enorm. Deze rent al gelijk voor me weg. Dat is één. Het is gewoon lekker een double kill. Maak er maar een triple kill van. Huppakee. Oh, kut. Kijk, nu hebben we elkaar allebei onze kogel gemist. En dan moeten we knijven. Zat ook in AFK, dat is lekker. Je kan dan lekker killen. Waardoor je natuurlijk eerder kan worden. Ik heb nog steeds drie levens. Dat mag ik vergeten te vertellen. Je hebt drie levens, als die op zijn ben je gewoon dood. Moet je spectaten. Oh shit. Ah, oh, kut, hij mist. Of ik mis hem. En hij is gewoon hem raak. Let's go, nu heb ik hem wel. Nou, ik ben wel. Oh, dat heb ik geluk. Oh, bitch, get out. Ik heb nog steeds twee levens. Dus dat is mooi. Oh shit. Oh nee joh, ik wou hem net schieten. Oké, ik heb nog maar één leven. En die andere hebben er nog twee en één. Nu ook nog één. Oké, let's go. Voor mij is 1v1 op dit moment. Ja, het is 1v1. Oké, we hebben allebei nog maar één leven. En ik heb gewonnen. Oh, let's go. Potje nummer 1 is gewonnen. 11 kills, 2 deaths natuurlijk. Want natuurlijk mooi is MVP. Dan hoop ik jullie ook te zien bij potje nummer 2 natuurlijk. Maar eerst even deze killcam. Ik zal natuurlijk daar staan. En pop. Dat is natuurlijk mooi. Maar jongens, ik hoop jullie ook te gaan zien bij game nummer 2, dus tot zo. Alright boys, welkom back bij game nummer 2. We spelen weer op de match stand, of natuurlijk nog steeds One in the Chamber. En One in the Chamber. Ik weet niet hoe het uit moet schrijven, Chamber of Chamber. Maar we gaan natuurlijk gewoon kijken of dit potje natuurlijk weer kunnen winnen. Volg potje 11 om 2. En hopelijk nu weer zo goed. Spant er weer één achter natuurlijk. Spant weer precies op dezelfde plek. Via mijn mute. Vooral als ik opeens iemand boos word. You have unseen command. En weer rennen ze van de weg. Of toch niet? Ah, fuck. Kut is dit. Oké, ik heb dus nu gelijk nog maar 2 levens. Dat is kut. Oh, wat? Oh. Oh, bitch. Turn eens eventjes daar zo. Ik moet denk ik ja, hier een beetje blijven lopen. Hoppakee man, hey, jongens, ik own ze. Ah, oh, waarom al zeg ik dat nou? Altijd als ik dat zeg, ga ik dood. Oké, ik heb nog maar één leven. Dus ik moet even opletten wat ik doe. Oh shit. Ja, ik ben dood. Hij heeft voor mij een kledderrol. Als hij een kledderrol heeft, hij echt fucking lukt en heeft hij 2 kogels. Oh jongens, hij heeft een kledderrol. Ik ben dood. Dus, wat ik ga doen? Ik zie jullie natuurlijk bij de laatste game. Dus ja, wat is mijn eindscore? 5-3. Ik heb niet gewonnen. Dus zoals ik zeg, tot en met game nummer 3. Hi boys, welkom back bij het laatste potje, namelijk game nummer 3. En we spelen op de chillste map voor deze game ook, denk ik. Namelijk Nuketown 2025. One in the chamber. 21. En we gaan kijken dus. Of we weer kunnen gaan doen, ik ben weer de host. Dus heeft voor de moment natuurlijk die kogel raken en natuurlijk die freaking knife. Maar ik hoop natuurlijk niet dat we hoeven te gaan knijven, dat we gewoon elke kogel lekker raak schieten. No, nou, dat is dus al mislukt. Oh nee. Oké, kom maar. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Komt er daar ook even een kogel? Oké. Hoppakee, zo doen we dat.
Huppakee, kom maar in mijn rug. Kom in mijn rug. Iemand heeft zijn microfoon ook aanzetten. Aangezet. Dus hallo maat. Span daar weer helemaal op. Verdwenen, yep. Oh shit, hij heeft me. Oh nee, ik ga verliezen. Nee, shit. Nee, ik ben dood. Oh, ik kan het ook niet meer winnen, geloof ik. Nee, ik heb het ook alweer verloren. Last life. Oh, ik heb nog één leven. Oké, het is 1-for-1. Op dat moment dat ik hem zag, ik had eventjes pijn in mijn borst, jongen. Ik kreeg eigenlijk zo'n... Oh shit, we hebben gewonnen. Let's go. Met een jumpsuit nog wel, in zijn knie. Maar, mocht je natuurlijk genoten hebben van deze video, laat dan alsjeblieft een blauwe duimpje omhoog achter. Dat helpt mij natuurlijk enorm. Als je nog niet op mijn kanaal abonneert, dan doe dat dan natuurlijk voor meer video's. En dank jullie voor het kijken naar deze video. Dus hopelijk zie ik jullie ook bij de video van morgen. Dus zoals ik altijd zeg, jongens, bedankt voor het kijken. En zoals ik altijd zeg, tot de volgende keer, mensen. Later.